Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag gaan wij een tunnekingfeestje doen. Als van oudsher. Ik heb hier een doosje en er zitten allemaal tunnekingetjes in van Broekhoff. Het zijn hele kleintjes. Zoals jullie zien, het is wel gewoon categorie 2 vuurwerk. Nou, in ieder geval hier heb ik een heel doosje vol. Ik zou echt niet weten hoeveel pakjes dit zijn. Hoppakee, nou hoe flik het anders op de grond. Maar in ieder geval, we hebben hier dus redelijk wat pakjes tunnekings. Hier hebben we nog een zakje. Waar ook heel veel van Broekhoff Tunnekings in zitten. En hieronder, wat jullie nu niet meer kunnen zien, ligt een plaat. En ja, dit is mooi afgezaagd van de 285 vuurpijlenrek. Nou, ik weet dus ook niet of het allemaal gaat passen. Of dat we ruimte tekort komen. Of dat we overhouden. Maar ja, we gaan gewoon lekker beginnen met lijmen. En dan gaan we tellen. En dan weten we hoeveel er zijn. Dus laten we dat eerst maar eens gaan doen. Wat we nu gaan doen is eventjes alle Tunnekings uit de pakjes halen. En allemaal in die doos stoppen. Zoals jullie zien hebben we alle Tunnekings uit de verpakking gehaald. En hier hebben we nog dat zakje vol. Nog eventjes wat Defendertjes er even uit tussen uithalen. Hier ligt het plaatje. We kunnen beginnen met lijmen. Nu komt nog het allerzwaarste. De dopjes moeten er nog vanaf. Die dingen zitten niet heel erg fijn. En deze kleintjes zijn ook niet heel erg stabiel namelijk. Dus deze gaat toevallig dan wel weer makkelijk. Dus dat wordt ook nog een werk. Nou jongens, we hebben ze bijna allemaal op het plaatje gemonteerd. Maar we zijn net achtergekomen dat wij 33 rijen van 12 hebben. En dat betekent dat we de 396 hebben. Maar ja, het probleem is, we hebben echt geen lijm meer. Dus Arnoud is nu alles wat hij kan erin aan het persen. Om toch nog even vier erbij op te doen. Nog twee moeten er nog op. Nou ja, hier heb je er al een paar. Ja. En dan komen we in totaal op 400 Tunnekings. Nou, de laatste twee heb ik er ook op gekregen. Laatste beetje lijm gebruikt. Leuk Tunneking projectje vind ik zelf. Nou, even wachten tot alle lijm weer erop gedroogd is. Dat duurt meestal nog wel een dagje. Kunnen we morgen af gaan steken. Nou jongens, daar staat hij. 400 Tunnekings. Oh, de knetter. Allemaal afgegaan. Nou Wuan, sluit de video maar. Als je wat kan zien. Helemaal niks. Ja. Ik wil jullie weer bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je dit nou een leuke video? Zorg dat je abonneert en we zien jullie weer terug bij de volgende video. Yo.